Hallo luisteraars, welkom bij Radio Orca. Luisteraars en amateurs, het is tijd voor een nieuwe aflevering van Piratenteam de Blauwe Zendtegel. Vanuit locatie Hilversum, vanaf de zendmast komen we rechtstreeks in de kamer binnen. Als u ons luistert, kunt u ons even laten weten waar vandaan je dan ons kunt ontvangen. Ik hoor zojuist dat wij vanuit Bunschoten, daar komen we lekker helder binnen via een fris standje. Krijg ik nu door van Bertus. Bertus, dankjewel, leuk dat je luistert. Zometeen gaan we een plaat voor je draaien. Ontvang zijn pandjes blijven lopen, natuurlijk. Even blijven bellen. De bal begint te worden, maar 0909 en natuurlijk komen ze sowieso wel even op laten aan, maar we moeten eerst even ons ego kwijt op deze prettige avond. Vrijdagavond na 7 uur. Als je eigenlijk nog maar net bent bekomen van een drukke week. Is het alweer tijd voor Extra Weekend. Aan het begin van Extra Weekend, de aflevering voor vrijdag 27 mei 2011. Zo precies daar is het aflevering 220. Via die lekkere antenne, en dan die hits komen jouw kant uit. Voor het moment dat je denkt, goh, had ik het vandaag wat anders aangetrokken. Maar hey, geen gast is beter dan één gast. Nou, wordt daar vandaag gelet. Van de, ja, maar ik bedoel vanavond even geen gast. Dat, Nee, we dachten nou vorige week, laten we maar even geen gast nemen. Hè? En maar gewoon dolper presenteren. Er zit niks in de hand in de studio. Ik vind het knap, hoor. Wat samen. Een beetje een lullig begin. Nou ja, ik zit ook een beetje met mijn mond vol tanden. Ja, ik ben zo blij dat je er weer bent. Want je was ziek. Ja, ik zag er een beetje afgetrokken uit. Godsamme. Hoop verslikt ook natuurlijk. Ja, ik zat pillen. Onder. Ik zat onder. Ik kon niet langer zo. Had ik nou een oorontsteking of een oorgasme? Een oorontsteking. Nee, het gaat weer. Het gaat weer, gelukkig. Maar wat had je nou precies? Ja. 3FM. Dat weet ik niet precies. Je had koorts. Ja, misschien was het een virus. De opsomming was koorts tegen de 40 graden aan. Koppijn, keelpijn en dat eigenlijk. Maar het rare is, kijk, normaal gesproken als je heel erg koorts hebt, dan ga je raar lullen. En bij jou hoor ik dat dan nooit. Dus ik dacht gewoon, die jongen klinkt heel gezond op die avondshow weer. Hallucineren helemaal. Hij was heel normaal. Ja, joh. Nee, het gaat weer. Ik twijfel of ik aan een bier ga vanavond. Want in combinatie met pellets en pellets... Oh, dat werkt als een tierenlie. Wil je een cognacje? Ja, het is goed. Dat werkt goed, jongen. Met je geheime receptjes. Man. Laatste keer dat ik zo'n... Hey, ik heb een geheim receptje. Ben ik 3 weken kwijt. Oh, nee, echt waar? Ik werd wakker. Het was ineens oktober. Alrighty, ladies and people, put your hands up in the air. Het is de eerste vrijdag van de maand juli. Nee, man. Like 3-6.
six. 808 bump, make you put your hands up. Make you put your hands up. Put your hands up. 808 bump, make you put your hands up. Make you put your hands up. Put your hands up. Is het lekker in? In 1983, ja? Toen speelde ik altijd dat is zo'n klein zakje met Samson Jack. Gert was op namelijk. En daar ging ik dan in het bos zitten, spijbelen. En dan draaide ik een klein zakje. En dan hoestte ik met longen uit mijn lichaam. Maar het was wel stoer. Ik had het zelf meer met slagwerk. Ik rook de drum. Dat ben van slag. Ik was er behoorlijk van slag. Van... Heb je nog een behoorlijke check moeten uitschrijven natuurlijk. Nou, bedankt. Maar dat ging wel vloeien. Dat wel weer wel. Mag ik jou nog een tip geven, heb ik jou nog gezegd destijds. Dan heb je er een joint van gemaakt. Weet je nog? Hè? Met een hashtag. Wat ik me nog heel goed kan herinneren, en dat is een waar gebeurd van een waar gebeurd verhaal. Dat als we dan de check op hadden, dan was er altijd nog wat kruimelwerk wat onder in het buideltje bleef liggen. Dat noemden wij altijd krum. 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 Aangezien wij niet heel erg rijkelijk bedeeld waren in de studententijd, waar geen een en ander plaatsplog pleegde te vinden, placht. Wat? Was het dan de mode om al die zakjes krum te verzamelen in een ander toetje? Oh, nog gingen we dan opeten, hè? Nee, dat niet. Maar als er dan, zeg, aan 5 zakjes check waarde aan krum was, dan deden we er een aardappelschil bij in, zodat er weer wat vocht ontstond in dat krum en het weer enigszins als check te rollen was. Maar dat was in die barre hongerwinter van 1934? Nee, het was gewoon 1996. Oh. Dat was niet echt best gesteld met je dan, hè? Nee, nee, ja, je moest toch kiezen waar je stuffie in opging, hè? En nou, ik moest af en toe ook een klein pilsje drinken. Dat was wel heel duur bier dan, of niet? Hè? Nou, het valt op zich wel mee, maar de volumes waarin ik het innam was misschien aan de overdreven kant, laat ik het zo omschrijven. In die tijd werkte jij nog bij het klok gebouw in Eindhoven. Ja, zeker wel. Dat was in de joepie. Ja, graden 19 tot 16 wordt het. Motregen of regen, wat toe en af landt het van helft. Noordelijke de insmiddags. Er valt en bewolking veel, er is morgen. Nacht frisse, een graden 6 rond minima. Met het wordt en op het gaat binnenland in het buikje enkel een opkans nog. Het maken kustlieden de droog plaatsen, meeste de op het is vanavond. Graden 15 circa is het en noordwesten het uitwind stevige een door zon, de daar en hier breekt en droger geleidelijk het wordt westen het vooruit. Dag, avond van de week. Hit Radio. Hit Radio. Een volle vrijdagavond lang. Een volle vrijdagavond lang. Hit Radio. Extra weekends, BFM. What the fuck? Naar porno moesten kijken. Nou, vertel. Dan had je een ongecodeerd beeld met alle kanalen erop. Oh ja, het postzegelkanaal. Dan kreeg je op het postzegelformaat kreeg je Anaal Plus door. Ja. Waar ze rond 1 uur 's nachts hadden een pornofilm uitgezonden. Ik kan het me nog levendig herinneren. En dan had je 2 seconden lol. En dan moest je weer even wachten. En dan moest je weer eventjes je verbeelding gebruiken tot het volgende shot weer in beeld kwam. Ja.
En dan sprong hij weer terug op Anaal Plus. En dan zag je weer een stukje postzegelformaat. En net als je dacht, ja, dan sprong hij terug. Moest je weer heel snel aan wiskunde denken. En dan ging hij weer. En dat werd een hele lange avond. Mars. De laatste keer dat jij uit het raam flikkerde, ging je koptelefoon weg. Dat was mooi, mooi beeld. Dat wel. Die samenvatting, ik zal hem nooit, nooit meer vergeten. Nee! Ja! Geef me een zetje, Geer. Daar komt hij, Chipsma. Zie je dat de slagboom omhoog gaat? Het was zo lekker, zelfs de slagboom gaat omhoog. Ja, dan ben je goed in werpen als er iets omhoog gaat. Ben ik klaar voor? Ja, daar komt ie, hè? Oh! Extra weekend! Nee, 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 deze. Uit het raam.